Ik werk nu eigenlijk al gemiddeld zo 60 uur per week. Altijd. Marietje van het Kaashuis in Veenendaal vindt 6 dagen in de week werken wel genoeg. Het lekkerste kopje koffie drink ik op zondagochtend als er niets moet. En die ene dag in de week is gewoon echt hard nodig voor ons als rustpunt. Zeker voor mij als ondernemer, maar ik denk dat dat voor de hele maatschappij eigenlijk geldt. Marietje, haar winkel zit in een overdekt winkelcentrum waar ze een openstellingsplicht hanteren. Zo is elke winkel verplicht om van maandag tot zaterdag tussen bepaalde uren open te zijn. Als die openstellingsplicht er ook op zondag komt, zal ik toch dicht blijven. Wie weet komt daar dan op den duur een boeteclausule iedere maand. Toch is die angst niet nodig volgens Youssef Boutachkour, die het plan voor de nieuwe winkeltijden opperde. Als je niet open wilt op bijvoorbeeld zondag en je moet wel open, ja, daar zijn we ook geen voorstander van. Maar gelukkig is er een wetsvoorstel aangenomen in de Tweede Kamer die dit ook al mogelijk maakt. Dus dat er een plicht komt om je winkel te openen. Dus daar zijn wij ook wel heel blij mee. En ook weer tegenstelling voor de winkeliers. Dat stelt Marietje gerust, want zij houdt haar winkel in ieder geval dicht op zondag. Klanten geven het ook allemaal aan, die zondag is voor ons ook echt niet belangrijk om hier te komen boodschappen doen. Nee, echt niet.